Als je boven vandaan kijkt, zitten ze als een spiraal om de aardappel heen. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. De laatst gerooide aardappelen, die komen los. Er komt een beetje een kiem op. Dus voordat ik ze ga sorteren, ga ik ze eerst even draaien. Dan komen ze even los uit de kist, kunnen ze bijkomen. En dan heb ik straks geen problemen met die kiemetjes en met blauw worden. Zo, alle Lady Jane gedraaid. Dan ga ik weer verder met Lady Alicia sorteren. Er werd een vraag gesteld. Hoe zit het nou met die klassen en waarom kost het zoveel geld, een verlaging? Ik begin met mini knollen, cubus, PB1. Als ik die oogst, kosten ze 2 euro de kilo. Een jaar later 50 cent. 38 cent, 28 cent, 21, 20, 18. Hoe lager de klasse, hoe lager de kostprijs. Dus dit is de kostprijs per kilo. Voordat je zover bent, de PB2 past de NAC een veldkeuring toe. Ongeveer 3 keer in het seizoen. En dan controleren ze op eivirus, bladrol, mutaties, vermenging, bacterie. Als de bacterie in zit, gaat die meteen naar A. Als de virus in zit of bladrol, meer dan 1 plant op 2 ruggen van 300 meter, gaat die naar SE. Als de aardappels geoogd zijn, komen we in de nakontrole. Waar wordt er dan op gecontroleerd? Eivirus, bladrol, bacterie, bruinrot, ringrot. Hoe doen ze dat met die nakontrole? Ze pakken 200 knollen uit 1 perceel. Dus dat is kisten afstapelen. Pakt de keurmeester 200 knollen uit 1 perceel. En daar passen ze de PCR-toets op toe. Wat doen ze dan? Ze maken 4 bakjes van 50 knollen. Dan snijden ze het naveleind uit. En dat gaat door de PCR-toets. En als er dan in 1 bakje een reactie zit, heb ik een SE. Dat is dus met een soprano gebeurd. SE is niet meer goed genoeg voor uitgangsmateriaal. Dus die zijn als A weggegaan. En dat kan ik jullie laten zien. Hier liggen ze. Soprano. 2835. Klasse A. Dat was een PB3. Dus die kostte mij, alleen om te produceren, 38 cent per kilo. Wat zou ik er nu voor krijgen als uitbetalingsprijs per kilo? Ik ben benieuwd. Even op land kijken, op de lichte grond. Aardappelland, daar staat de bladramanas. En de gezaaide wintertarwe. Nou, die staat daar best mooi op. Stoelt al mooi uit. Ga ik weer verder met aardappels sorteren. Lady Jane. Ik ben begonnen met het PB2. De maat 2835, 3555 en 5560. Het raadsel van vorige week. Er zijn wel allerlei antwoorden op gegeven. Lenticellen, rooibeschadiging, bacterie, rot, schurft, rhizoctonia. Ik zal jullie proberen uit te leggen wat dat waarschijnlijk wel is. Dan moeten we natuurlijk eerst weten hoe dat die aardappel groeit. Dan ga ik eerst eens even een aardappelrug tekenen.
Zo. Nou wordt hier de aardappel geplant. Hier zit het naveleind. En hier zitten de ogen. De topspruit komt meestal als de eerste los. Dan gaan stengels groeien. En er komen blaadjes aan. Nog een stengel. En nog een stengel. En hier vandaan gaan ook wortels groeien. Zo, naar beneden. Nu gaan aan deze stengels stalonen groeien. Die kunnen buiten de rug komen en er vormt zich ook weer een stengel. Maar de meeste tijd komt hier een staloon aan en die staloon die verdikt. En daar ontstaat een knol. Met ogen. Dit oog wordt als eerste gevormd. Nou heb ik verschillende rassen opgezocht. Dit is de Orchestra. Alicia. Lady Jane. Edison. Alle ogen die hierop zitten heb ik met een rondje getekend. Als je boven vandaan kijkt, zitten ze als een spiraal om de aardappel heen. Kijk maar. Tot het naveleind. Ik ben net bij Jan geweest. Die had nog een paar opslagplantjes staan. En hier kun je heel goed zien het naveleind aan de knol. En de topspruit is gaan groeien. En hier zitten de haakjes aan waar de knollen aan gaan groeien. Hoe komt het nou dat deze drie punten zo ver uit elkaar liggen? Ik heb hier op een ballonnetje drie punten opgetekend. Als een aardappel heel snel groeit, dan gebeurt er dus dit. Dan blaas ik hem op. Die blijven dicht bij elkaar. En deze gaan ver uit elkaar. Dit kenmerk van deze aardappelen zie je eigenlijk alleen bij heel snel groeiende aardappelen, waar die hele grote ruwe plekken uit elkaar zitten. Nou ga ik even voorlezen, want ik kan het allemaal niet onthouden wat erop staat. Op de knol zijn onontwikkelde blaadjes en okselknoppen te herkennen als de oogwallen en de ogen. In ieder oog zijn een hoofdknop en twee bijknoppen aanwezig. En nu heb ik nog een meneer uit Wageningen gesproken, hoe dat nou precies zit. En hij heeft mij dit tekeningetje opgestuurd. Dit is de aardappel met het eerste oog, de oogwal en die drie puntjes. Dit is het eerste oog en dit zijn die twee andere ogen. De oogwal, dat is het eerste blad en hier zitten de tweede bladeren aan. En nu ben ik dus heel benieuwd of die tweede ogen ook uit gaan komen bij deze knol. Tot nu toe zie ik nog niks, maar dat ga ik jullie later nog laten zien. Lady Jane sorteren. Ja, die komen hier van de zwaardere grond en dan zou ik alleen maar kluiten rapen. Ik denk dat ik mijn weekend ga houden. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende.